Dag, fijn dat u kijkt naar U Online. In dit programma nemen we het nieuws van de afgelopen week met u door en kijken we naar de reacties daarop op social media. En het was nogal een bewogen week, Bart. Ja, dat kun je wel zeggen. Het ging natuurlijk de hele week alleen maar over Savannah en Romy. De twee meisjes die vermist raakten en uiteindelijk allebei dood zijn gevonden. In Achterveld en in Bunschoten. Er was heel erg veel om te doen en iedereen leefde heel erg mee. Romy kwam uit Hoevelaken, natuurlijk net buiten de provincie. Savannah uit Bunschoten, dus wat een heel hechte gemeenschap is. En mensen leefden ook op social media dus, waar we specifiek nu naar gaan kijken, heel erg mee. Kijk bijvoorbeeld naar dit plaatje. Er werden allemaal zoektochten georganiseerd voor Savannah. Ja. Zij was dus echt dagenlang vermist. En dit is zo'n oproep die geplaatst werd door Angelique Ter Haar en mevrouw uit Bunschoten. Dit soort plaatjes, dit soort oproepen werden echt duizenden keren gedeeld. En ook echt met resultaat, want er kwamen heel veel mensen mee zoeken. Laten we even gaan kijken naar een filmpje. Pinksteren krijgt een hele andere betekenis nu. Dus dat het is gewoon kippenvel. Het is echt... We hadden veel verwacht, maar dit niet. En vooral ook heel veel mensen van buitenaf. Honderden Bunschotenaren beginnen vanochtend vol goede moed aan de zoekactie. De vermissing van Savannah heeft de gemeenschap flink geraakt. Het slaat in als een bom, ja. Een dubbele bom. Als je kijkt hoeveel mensen er nu al hier in de rij staan, allemaal vrijwillig, dan kun je toch wel zien dat het best wel leeft. Ja, organisatrice zegt het al, veel mensen van buitenaf. Het was druk, hè? Ja, het was echt heel erg druk. Ze plaatste zelf nog deze reactie op Facebook na afloop. Ongeveer 700 vrijwilligers heeft ze het over. Kippenvel kreeg ze ervan. Wat ik zelf ook wel een heel opvallend tweetje vond, was van de VID, de Verkeersinformatiedienst. Die maakte een foto van de A1 kort voordat die zoekactie begon. En daar staat dus gewoon een file. Ja. Oftewel, er kwamen ook echt heel veel mensen van buitenaf, buiten het dorp, om mee te zoeken. Ja, veel hulp via social media, maar toch ook wel wat negatieve klanken gehoord. Ja behoorlijk. Het was zowel in positieve opzicht als in negatieve opzicht viel het heel erg op. Uiteindelijk is Savannah dus helaas doodgevonden. En toen ontstonden er ook wat minder leuke dingen. Bijvoorbeeld dit plaatste de politie van Bunschoten op Facebook. Ze reageerden op oproepjes die werden gedaan om geld te doneren aan de nabestaanden van Savannah. En ze schrijven hiervan, dat is niet uit naam van de familie. De familie stelt het ook niet op prijs. Dus let op waar u uw geld aan doneert. Dat was een best wel schimmige acties werden op poten gezet. Er werd ook heel veel met beschuldigende vingers gewezen naar bepaalde mensen uit het dorp die mogelijk iets te maken zouden hebben met haar verdwijning. Er zouden allerlei auto's rondrijden met de schimmige figuur erin. En dat soort geruchten werd allemaal verspreid via social media. De politie reageerde daar ook nog even op. Er zijn de wildste verhalen rondgegaan op internet. Foto's van mensen die in auto's gezeten zouden hebben. Hebben jullie dat ook gevolgd en wat vinden jullie daarvan? Hebben ook gevolgd en wij begrijpen dat mensen mee willen denken. Ik zou wel aan iedereen toch een oproep willen doen. Wees nou eens voorzichtig met het plaatsen zomaar van foto's. Hè? Want bijvoorbeeld de twee mannen die op internet zijn geplaatst, die hebben zich zelf gemeld bij de politie. Die waren gewoon aanwezig bij de zoekactie en die hadden nergens mee te maken. Ja, het is natuurlijk wel heel kwalijk als je deze mensen zomaar op internet neerzet en min of meer soort van beschuldigt dat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij de verdwijning. Ja, inmiddels zijn er twee verdachten opgepakt voor allebei de meisjes. Twee jonge jongens, 14 en 16 jaar. En gezien hun leeftijd kunnen zij maximale gevangenisstraffen krijgen van 1 of 2 jaar. En daar is niet iedereen het mee eens. Nee, ook daar ontstond heel erg veel discussie over. Kijk, het moet allemaal nog bewezen worden. De verdachte in de zaak Romy heeft wel al een bekentenis afgelegd. Maar er was inderdaad veel discussie over die maximale straffen. En de PVV die reageerde al heel snel door te zeggen, we moeten ook voor mensen of verdachten van 14 jaar oud al levenslang kunnen geven. Daar ontstond ook heel erg veel discussie over. Lili bijvoorbeeld, zij reageerde daarop op Facebook. En zij is het wel eens met de PVV. Ze zegt, groot genoeg om te verkrachten en te moorden, dan ben je ook groot genoeg om als volwassene berecht te worden en dus ook om levenslang te krijgen. En Corina, die is het wel met haar eens. Die zegt, als je een volwassen daad verricht, moet je ook berecht worden als een volwassene. Nou, er waren ook heel veel mensen die zich juist ergerden aan het feit dat de PVV op zo'n moment met zo'n mening kwam, zo'n stellingname. Aard bijvoorbeeld, die schrijft, typisch voor de PVV, over lijken van andere zieltjes winnen. Laat het eerst maar eens bezinken. Iedereen zit nu in de emotie van wat er is gebeurd en ook weten we nog niet onder welke omstandigheden dat is gebeurd. De meisjes die worden allebei volgende week begraven. En voor Savannah werd eind deze week een druk bezochte stille tocht gehouden. We zijn één in het grote verdriet. Bunschoten huilt.
Bunschoten helpt op Savanna. Bunschoten helpt mee met hen die haar lief waren. Dat was de burgemeester van Bunschoten-Spakenburg tijdens de stille tocht van donderdag. Het nieuws van de meisjes beheerste deze week, maar toch was er ook wel wat luchtiger nieuws. Zo gaf de Utrechtse band Kensington een concert midden in de stad. En dat was nog gratis ook. Ja, en dat was op het Vredenburgplein. Daar kon je gewoon oplopen en kijken naar een van de bekendste Utrechtse bands. Het was natuurlijk een heel bijzondere locatie, want er is nog nooit echt zo'n groot evenement daar gehouden sinds de vernieuwing van het plein eigenlijk. En heel veel mensen maakten er filmpjes van. Dat zag allemaal heel mooi uit. Ze staan dus op dat dak daar. Dat is dus een soort balkon van Tivoli Vredenburg, ja. Tussen Tivoli en Hoogkaterijnen in. En het was, zoals je ziet, heel erg druk met mensen. Dat zie je eigenlijk nog beter op het volgende filmpje. Dat is gemaakt vanaf dat dak. Je ziet hier dat het Vredenburg echt helemaal vol stroomt. Lijkt wel een mierenhoop. En een van de bandleden van Kensington maakte zelf nog dit filmpje. En hier zie je echt, het lijkt wel een soort museumplein als het Nederlands elftal voetbalt. Heel veel mensen kwamen er dus op af. Nog een paar mooie foto's ook hier. Deze bijvoorbeeld. Het Twitterkanaal van Kensington. En deze vond ik ook wel mooi om even te laten zien. Echt bomvol. Er kon niemand meer bij, zei de politie ook. Leuk. Gert Kruijs heb ik dan voor u. U kent hem als onze voetbalanalist. En hij is ook trainer van het Veenendaalse Dovo. En Kruijs belooft in december bij ons op tv dat hij kaal zou gaan als de club zou promoveren. Nou, afgelopen zaterdag, ik weet niet of het verwacht had, maar toen was het zover. Dovo promoveerde naar de derde divisie en dus moest de tondeus eroverheen. Hij gaat het gewoon doen! Hij gaat het gewoon doen! Hij gaat het gewoon doen! Ja, dat is best kaal. Dat is behoorlijk kaal. Ja. Ik heb een voor- en na-foto, die heeft hij ook nog op Facebook gezet. Oh ja. Dit is precies dezelfde pose voor en na de knipbeurt. Nou, het past wel in het trio daar onderin nu. Dat ook zeker, ja. Vind je het een verbetering? Nou, ik vind de lange manen mooier. Ja? Ja. Oké. Nou, ik vind het wel vlot hoe dit er nu uitziet. En zomers. En zomers ook, ja. Ja. Beelden van een schietincident in de Utrechtse Voorstraat dan. Het gebeurde anderhalve maand geleden al op een vroege zondagochtend. Maar deze week gaf de politie de beelden pas voor het eerst vrij. Op de hoek staat hij verdekt opgesteld, het moment af te wachten dat er geen voorbijgangers zijn. Hij lijkt een sporttas bij zich te hebben waar dat machinegeweer in zit. Als de kust veilig is, haalt hij het geweer uit de tas en dan volgt de beschieting. Dan rent hij weer terug. En fietst dezelfde weg terug. Door de smalle Begijnenstraat, rechtsaf de Breedstraat in en dan linksaf de wijde Begijnenstraat in. Daar verdwijnt hij uit beeld. Ja, en daar zijn we hem kwijt. Nou, ja. Heb je die beelden ook op Facebook geplaatst en er kwamen heel veel reacties op, hè? Ja, behoorlijk. Maar helaas niet zoveel reacties van mensen die hem herkenden, want hij is natuurlijk niet heel erg goed in beeld. Ja. Maar er waren dus wel veel verbaasde reacties dat zoiets zomaar gebeurt op klaarlichte dag binnen de stad. Josanne bijvoorbeeld, die zegt, wat een vreemde combinatie. Iemand met een machinegeweer op de fiets. Ja. Mohammed reageerde daar wel weer grappig op door te zeggen, Utrecht is echt bekend als een fietsstad. Zeker. Dus die man, die sushi-hater, die houdt zich daar wel aan. En Thierry die had er ook een grapje over. Zegt, ik ben geen fan van sushi, maar dit gaat wel heel erg ver. Maar goed, misschien heeft iemand... mensen hebben hem niet herkend misschien, maar misschien dat iemand, ik weet niet, zijn machinegeweer of zijn fiets kwijt is, of iemand iets kan informatie kan geven aan de politie, want die wil heel graag meer weten in het onderzoek. Ja. Geluidsoverlast dan. Het kan behoorlijk gekmakend zijn. En meestal kun je dat met elkaar wel oplossen. Maar wat nou als de overlast komt van de Utrechtse Dom? Twee buren van die eeuwenoude kerk die zijn de wanhoop nabij. Voor ras-Utrechter Tony Peroni gaat er niets boven het geluid van de Dom. Hij vindt het prachtig. Heerlijk. Als ik dit geluid hoor, dan word ik heel blij. En dan denk ik altijd, Utrecht mijn stadje. Maar twee buurtbewoners hebben last van het geluid uit Utrechts trots. Ze wonen op 120 meter van de Dom. Ik woon hier al 24 jaar en ik ben absoluut een fan. Maar er is een maar. En dat is midden in de nacht. Slapen met het raam open 's nachts is geen optie. Ik maak iedere avond de afweging of ik mijn raam openzet en dan gek word van het carillon. Of ik hou mijn raam dicht en ik word toch een beetje gek van de bedomdheid van mijn kamer. Nou, daar kan je over discussiëren. Ja, dat werd echt massaal gedaan. We hadden dit filmpje ook op Facebook gezet en er kwamen superveel reacties binnen van mensen die... vooral heel veel mensen die
de voorwaarden om dat geluid gewoon aan te houden. Nou, we hadden een poll geplaatst. Daar is nog wel redelijk in balans eigenlijk. De stelling was: vanwege geluidsoverlast moeten de klokken van de Dom tussen 12 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends stil zijn. En 42% was het daarmee eens. Best wel veel. Ik ben heel benieuwd of die mensen ook allemaal in het centrum wonen of juist misschien helemaal aan de andere kant van de provincie. Maar er reageren ook heel veel mensen. Die waren toch vooral wel oneens met de stelling. Bijvoorbeeld Frans, die zegt dat carillon is er al sinds 1666 ongeveer. Het is een gegeven als je daar gaat wonen. Wen er maar aan of verhuis buiten gehoorbereik van een kerk. Nou, Rieneke is het helemaal met hem eens. Zegt zijn domoren als je naast de Dom gaat wonen en je wil hem niet horen. Iemand anders was zo fanatiek. Die riep allemaal hashtags in het leven. Zoals kom niet aan onze Dom. Het carillon moet blijven. Dat waren echt mensen die werden er heel, heel opstandig van. Die werden boos. Inderdaad. Ja. Er kwamen ook iets genuanceerde reacties binnen. Bijvoorbeeld van Monique Lindeman, journaliste van het AD. Zij schrijft, ik woon er zelf niet, maar misschien is iets zachter of wat minder frequent. Want ze gaan dus echt ieder kwartier. Ja. Hè? Dat is wel heel veel. Niet één slag, hè? Het is echt een muziekje. Ja, echt een riedeltje. Voor ieder kwartier een riedeltje, ja. Zij zegt, iets minder frequent is misschien ook wel een optie. Wordt vervolgd. Absoluut. Daarmee zit u online voor deze week er weer op. Ja, heeft u nog leuke foto's of filmpjes die we kunnen gebruiken? Stuur ze dan eens op via de mail of stuur ons een berichtje via Facebook. Vinden we leuk. En misschien ziet u ze dan volgende week wel hier terug in U Online. Heel fijn weekend. Tot ziens. Dag.